Dit is een ingesproken presentatie over de startnotitie Transitievisie Warmte van de gemeente Bergijk. Deze presentatie heeft als doel geïnteresseerden hierover uitleg te geven. Deze presentatie is ook op 12 november aan de gemeenteraad gepresenteerd. In deze presentatie leggen we uit wat de warmtetransitie is. Gemeenten moeten eind 2021 een transitievisie warmte aanleveren bij het Rijk. We leggen uit waarom dat moet en wat daarin staat. De gemeente Bergijk heeft er daarnaast gekozen om te starten met een startnotitie. In deze presentatie leggen we ook uit wat er in de startnotitie staat. In deze presentatie gaan we het niet hebben over welke technieken beter, slimmer of betaalbaarder zijn. We gaan ook geen oplossingen zoeken of benoemen. En we gaan ook geen strategie voor de uitvoering bepalen. Deze vragen worden in de loop van het jaar beantwoord als we werken aan een transitievisie warmte. Morgenland laat met deze foto's zien hoe de binnenkant van een ruimtestation eruit ziet. Astronauten begrijpen dat hun kleine leefomgeving goed schoongehouden moet worden en technisch goed op orde. Hun leven hangt ervan af. Vanuit het ruimtestation zie je de aarde. Het is niet voor niets dat Wubbe Ockels, onze eerste Nederlandse ruimtevaarder, keek naar de aarde en dacht: de aarde is eigenlijk niets anders dan een klein ruimteschip in een hele grote ruimte. En daar moeten we zuinig op zijn en dat moeten we schoon houden. Maar de aarde is op dit moment niet zo schoon. Door vervuiling van de mens hebben we last van klimaatveranderingen. De aarde warmt op door steeds meer CO2 uitstoot. Daar moeten we iets aan doen. En dat doen we met de energietransitie. Wereldwijd is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs dat we de CO2-uitstoot gaan terugdringen. In Nederland is daarom het Nationaal Klimaatakkoord opgesteld. In de regio, de metropoolregio Eindhoven, waar Bergijk toe behoort, stellen we daarom een regionale energiestrategie op. Daarnaast hebben we in 2008 een Kempische klimaatvisie opgesteld. En in Bergijk is er een uitvoeringsprogramma dat heet Bergijk Energy, dat jaarlijks wordt geüpdate, waarin alle projecten staan die we uitvoeren om tot CO2-reductie te komen. Het klimaatakkoord bestaat uit 5 tafels: elektriciteit, industrie, mobiliteit, landbouw en landgebruik en gebouwde omgeving. De gemeentes zijn aan zet voor de tafels elektriciteit en gebouwde omgeving. De reden hiervoor is dat het hele decentrale vraagstukken zijn. Dan wel omdat ze over het ruimtegebruik gaan, dan wel omdat het echt gaat over aanpassingen bij de inwoners thuis, achter de voordeur. In de volgende 2 slides ga ik een aantal begrippen toelichten. De warmtetransitie is de hele opgave waar we voor staan om duurzaam te gaan verwarmen. En de warmtetransitie is een onderdeel van de energietransitie. En de reden dat warmte specifiek wordt uitgelicht binnen de energietransitie is omdat het een groot onderdeel is van de energietransitie. Ons warmtegebruik maakt een groot gedeelte uit van ons totale energieverbruik. Ik zal daar later ook even op terugkomen. Een ander begrip is de transitievisie warmte. En dat is een document met een planning, afwegingen en alternatieven wat opgesteld wordt door de gemeente. En dat is dus wat we gaan doen. Het doel uiteindelijk is om van het aardgas af te gaan. Aardgas is een fossiele brandstof en bij de verbranding daarvan komt CO2 vrij. Maar niet al het gas is een fossiele brandstof. Er is ook groen gas. En groen gas is wel duurzaam. Denk dan aan biogas of waterstof. Het doel is dus van het aardgas af, maar niet per definitie van het gas af. De transitievisie warmte, oftewel TVW afgekort. Daarin wordt per buurt vastgelegd wanneer deze aardgasvrij wordt gemaakt
en hoe dat gaat gebeuren. Het is een visie en het is tegelijkertijd ook een instrument. De WUPS, de wijkuitvoeringsplannen, daarin worden pas keuzes gemaakt en daarin gaan we pas aan de slag met de uitvoering. De warmtetransitie is een traject van lange adem. We gaan in deze visie aangeven waar we allemaal aan toe zijn. Zowel gemeentes, inwoners als netbeheerders. Het Rijk ondersteunt de gemeentes bij het opstellen van deze transitievisie warmte. En in het volgende filmpje wordt uitgelegd hoe dat dan gebeurt. De Leidraad. Een hulpmiddel voor de transitievisie warmte. In het Klimaatakkoord staat omschreven hoe we in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen uitstoten. Een deel van die vermindering kunnen we behalen door de verduurzaming van warmtevoorziening in de gebouwde omgeving. Gemeenten hebben de regie over deze warmtetransitie. Daarvoor stellen zij voor eind 2021 een transitievisie warmte vast. In deze visie schetsen gemeenten het tijdspad waarin ze buurten isoleren en aardgasvrij willen maken. Ook vermelden ze alternatieven voor de buurten die voor 2030 verduurzaamd worden. Om hierbij als gemeente afgewogen keuzes te kunnen maken, zijn betrouwbare data erg belangrijk. Daarom is er de Leidraad, als een hulpmiddel voor gemeenten bij de transitievisie warmte. Deze Leidraad bestaat uit twee onderdelen. De startanalyse en de handreiking voor lokale analyse. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft de startanalyse uitgevoerd. Die is gebaseerd op landelijk gevalideerde data. Met deze analyse zie je per buurt strategieën om deze aardgasvrij te maken. Denk daarbij aan een warmtevoorziening op basis van een warmtepomp, warmtenet of duurzaam gas. Voor alle strategieën geeft de startanalyse een beeld van nationale kosten, energievraag en CO2-uitstoot. Daarnaast is er de handreiking voor lokale analyse. Deze helpt gemeenten om de startanalyse aan te vullen met lokale data om recht te doen aan de lokale situatie. Op basis van de leidraad kan de gemeente het gesprek aangaan met betrokken stakeholders om het voorlopige tijdspad en potentiële strategieën voor verschillende buurten te bepalen. Met de leidraad kunnen gemeenten de eerste stappen zetten op weg naar een aardgasvrij Nederland. Meer weten over dit onderwerp? Ga naar www.expertisecentrumwarmte.nl of neem contact op met de helpdesk. De startnotitie is in januari 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Het doel van de startnotitie is het vastleggen van het proces om te komen tot een transitievisie warmte. In het proces is het uitgangspunt de startanalyse van het Planbureau voor de Leefomgeving. De rest van de presentatie gaat over wat er in de startnotitie is vastgelegd. Het doel is uiteindelijk om in 2030 49% CO2 te reduceren en in 2050 bijna geheel klimaatneutraal te zijn. De energietransitie is onlosmakend verbonden aan de warmtetransitie. Deze grafiek toont het energieverbruik van Bergijk per sector. Hierin is per sector gekeken of er aardgas, elektriciteit, biomassa of olie wordt verbruikt. De oranje en gele stippenlijnen geven aan welk gedeelte wordt gebruikt voor het verwarmen van gebouwen, zoals woningen of utiliteitsgebouwen. Dat zijn bijvoorbeeld scholen, het gemeentehuis, kantoren en winkels. Meer dan de helft van onze energie gebruiken we dus om onze gebouwen mee te verwarmen. Als die opgave opgelost wordt, dan hebben we dus al 55% van de energietransitie voldaan, opgelost. In het proces om te komen tot een transitievisie warmte neemt de gemeente een afwachtende regierol in. Dat wil zeggen dat we noodzakelijke stakeholders betrekken en dat kwaliteit belangrijker is dan snelheid. De transitievisie warmte wordt uiteindelijk een onderdeel van de omgevingsvisie. Overhaasten willen we voorkomen en draagvlak willen we niet ondermijnen. Ontwikkelingen in techniek, kosten, wet en regelgeving wachten we af waar nodig.
We starten dit proces met de expertsessies. Experts en deskundigen zijn tenminste de netbeheerder, de woningcorporatie en een aantal afdelingen van de gemeente, zoals beheer en ruimtelijke ordening. In 2021 werken we toe naar een transitievisie warmte. Deze visie stellen we op aan de hand van een aantal expertsessies. Onze inwoners informeren we over het proces en de voortgang van die visievorming. Nadat de visie is vastgesteld, gaan we aan de slag met de uitvoering. Het Rijk noemt dat wijkuitvoeringsplannen. Maar je zou dat ook wijkgerichte aanpak kunnen noemen. Daar zal een grotere rol weggelegd zijn voor burgerparticipatie. We weten dan welke wijk we wanneer gaan aanpakken en dan gaan we echt aan de slag om met inwoners van die wijk te kijken wat de oplossingen zijn voor die betreffende wijk. Hoe we dat precies gaan doen, die burgerparticipatie, het betrekken van onze inwoners, dat leggen we vast in onze visie. De wijkplanning geeft aan welke wijk als eerste aan de beurt is om verder te onderzoeken. Dat wil dus zeggen, burgerparticipatie, bouwkundige onderzoeken, business case opbouwen, keuzes maken. WUP, de wijkuitvoeringsplannen, worden opgesteld dus aan de hand van die planning. Na het vaststellen van de eerste visie in 2021 zullen er misschien 1 of 2 WUP's opgesteld worden. Dus we gaan met 1 of 2 wijken aan de slag. We gaan daarvan leren. En in 2026 is het tijd om de visie te herijken, te herzien. Iedere 5 jaar gaan we dat doen. Nadat we van de eerste 2 wijken hebben geleerd, is het tijd om wat meer wijkuitvoeringsplannen op te stellen. Iedere keer leren we daar meer van en het tempo komt steeds hoger te liggen. Pas na het opstellen van een WUP wordt er dus gestart met werkzaamheden. Maar het kan ook zijn dat in de gesprekken en het opstellen van de business case blijkt dat de wijk misschien toch niet geschikt is om nu al van het aardgas af te gaan. En dan zal het dus verder gegaan moeten worden met de volgende WUP. Van het aardgas afgaan gaat veel gevolgen hebben. We moeten onze huizen isoleren, anders gaan koken, anders gaan verwarmen en koelen. Als gemeente kom je hierbij echt achter de voordeur van hun inwoners. De meterkast, de keuken, de woonkamer. En dat realiseren we ons. En in het proces naar aardgasloos en CO2-reductie moeten er veel keuzes gemaakt worden. Gaan we elektrisch verwarmen? Gaan we een warmtenet aanleggen? Kunnen we rekenen op waterstof? Is er wel voldoende biogas? Dat soort vragen, daar gaan we ons in de visievorming mee bezighouden. Om te komen tot een transitievisie warmte, starten we met het maken van een analyse. Een warmte- en besparingsanalyse. Vervolgens brengen we prioriteringen aan en op basis daarvan kunnen we een planning maken. Welke wijk of misschien soort woningen willen we als eerste aanpakken en welke willen we misschien pas na 2030 aanpakken? Omdat daar nu de opties nog niet gereed voor zijn. Er zijn nog niet marktrijp bepaalde technieken. Vervolgens zullen we afspraken maken met verschillende partijen. En de laatste stap is de afronding. Daarbij zal ook de transitievisie warmte bestuurlijk worden vastgesteld. Het proces start met een analyse. En er zijn al veel studies en onderzoeken uitgevoerd. Die gebruiken we. Dat vormt het vertrekpunt voor onze analyse. Waaronder de startanalyse van het PBL. We interpreteren verschillende strategieën en rekenen verschillende energiesystemen door. De startanalyse van het PBL vormt het vertrekpunt. Deze startanalyse maakt gebruik van 5 verschillende strategieën. Een individuele elektrische warmtepomp. Een warmtenet met een midden- of een hoge temperatuurbron. Een warmtenet met een lage temperatuurbron, groen gas of waterstof. Wat we gaan doen is dus kijken welke strategie of strategieën per wijk haalbaar en een mogelijke oplossing kunnen zijn. Bijna alle woningen in Bergijk en in Nederland worden verwarmd met aardgas. Dat is goedkoop,
En daar kunnen ook hoge temperaturen mee gegenereerd worden, van 90 graden Celsius bijvoorbeeld. Het negatief bijkomend effect is echter de CO2-uitstoot. Met hoge temperaturen zijn ook slecht geïsoleerde woningen goed te verwarmen, al gaat er wel veel warmte en energie verloren dan. Duurzame warmtebronnen met een hoge temperatuur zijn schaarser en vaak ook duurder. Lage temperaturen oplossingen zijn meer voorhanden. Het is dan wel noodzakelijk dat die woningen goed geïsoleerd zijn en ook goed geventileerd natuurlijk. We gaan inzetten om zoveel mogelijk woningen waar het mogelijk is om goed te isoleren, om die dan te verwarmen met die 35 graden Celsius of 40 graden Celsius. De lage temperaturen die meer voorhanden zijn. De weinige woningen die niet goed geïsoleerd kunnen worden, denk bijvoorbeeld aan monumenten, daar kunnen we dan de schaarsere, hogere temperaturen voor inzetten. Daarnaast gaan we het komende jaar ook kijken naar wat we kunnen doen met onze beschikbare middelen en hoeveel CO2 we daarbij kunnen reduceren. Het zou kunnen dat we met de beschikbare middelen meer CO2 besparen door nog niet woningen echt van het aardgas af te halen, maar ze wel aardgasloos ready kunnen maken. Bijvoorbeeld door ze al heel goed te isoleren. Wanneer de tijd rijp is, kunnen we dan alsnog aardgasloos worden. Maar dan hebben we in ieder geval wel heel veel CO2 bespaard. Welke keuze we uiteindelijk maken, dat leggen we vast in de transitievisie warmte. Heeft u naar aanleiding van deze presentatie nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met de gemeente.